Nou, de Green Fashion Competition heet het. En de Green Fashion Competition, daarbij zoeken wij de modeontwerpers en ondernemers van de toekomst. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen met Amsterdam International Fashion Week vindt het heel belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Om dus te vinden, een ontwerper te vinden die dus niet alleen aan mooie fashion denkt, maar ook aan hoe gaan we met de natuur om en hoe kan ik zo goed mogelijk produceren zonder dat de natuur hieronder leidt. En ja, toen ik dat hoorde, dat ze mij daarvoor als ambassadrice wilden, was ik heel erg enthousiast. Omdat ik zelf naast modellenwerk, maar ook tijdens modellenwerk, heel erg mee bezig ben voor natuur en biologisch. Ik vind dat gewoon een heel belangrijk onderwerp. Ja, als je mee wilt doen met de Green Fashion Competition, dan moet je naar www.amsterdamfashionweek.com/greenfashion. En dan wordt het helemaal uitgelegd. Het is een proces van een aantal maanden. Het eerste bekendmaken van de eerste winnaars is rond november. Dan wordt er een heel programma samengesteld voor de mensen die meedoen. Zoals workshops met experts uit het veld. Op het gebied van business en recreatie. Dus niet alleen met het creëren van de outfits. Maar ook hoe zet ik een bedrijf op deze manier. Hoe doe ik dat financieel. En dan volgend jaar tijdens Amsterdam Fashion Week, de 14e editie, wordt er een show georganiseerd. En dan kunnen alle de ontwerpen die dus gewonnen hebben, die worden daar geshowt. Dus dat is heel leuk. Ja, het is niet alleen dat je kleding mag showen. Het is ook dat er €25.000 voor de eerste plaats. Dus voor mij klinkt het als een hele leuke wedstrijd waar iedereen aan mee zou moeten doen.